Welkom bij het filmpje over de thermometers. Verschillende thermometers. En ik heb het huis eens even doorgezocht en ik heb eens even gaan kijken. En ik heb een aantal thermometers gevonden. Bijvoorbeeld de thermometer op de oven. Een tweede die ik vond, dat was de thermometer van de cv-ketel, van de verwarming. In de badkamer vond ik een koortsthermometer. Buiten bedacht ik in één keer, ik heb een buitenthermometer. Mijn telefoon heeft een thermometer, ja, de app van de telefoon. Ik had een kaasmaaksetje, dus een setje waar ik kaas mee kan maken. Daar zit een thermometertje bij. Op mijn barbecue, daar zit ook een thermometer. De multimeter die ik in huis heb, daar zit een thermometer in. Ik heb nog een badthermometer liggen. In de auto bedacht ik me, daar zit ook een thermometer in. En dan heb ik ook nog een thermometer bij ons in de kas, om te kijken hoe warm het daar is. En de laatste thermometer die ik kon vinden, was de thermometer die ik op de houtkachel heb zitten. Al die verschillende thermometers, dat zijn of digitale of analoge thermometers. En ik ga ze nu even op de goede plek neerzetten. Dus daar gaan ze. En nou zie je dus dat aan de ene kant de thermometers staan. Dat zijn de digitale thermometers. Dat zijn deze rij. En aan de andere kant, aan die rij, zie je alle analoge thermometers. En we gaan even kijken, wat zijn nou de echte verschillen tussen een digitale en een analoge thermometer? Ik heb hier de analoge thermometer en de digitale thermometer. En de verschillen, ja, die zijn duidelijk, maar er zijn bij de analoge thermometer een aantal eigenschappen die we hebben. Bijvoorbeeld, ten eerste hebben we hieronder een reservoir, dat zit hier. Daar zit het alcohol in. Vroeger was dat kwik. Dan krijgen we de stijgbuis. Daarin zie je dus de alcohol stijgen. En je moet hem aflezen. En je moet hem zelf aflezen, in dit geval op deze plek. Je moet dus zelf kijken naar de schaalverdeling. Analoge thermometer, zelf aflezen. Gaan we nu naar de digitale thermometer. Die heeft niet een reservoir, maar aan deze kant één voeler. Ja, dat is dus de sensor, de temperatuursensor. En hij heeft één display, deze. En die geeft meteen dus de temperatuur weer. Dus je kan hem meteen aflezen. Hij heeft een aan-uitknopje, dus je moet hem aanzetten. En hierbovenin, onder dit kapje, daar zit de batterij. En dat is belangrijker bij de digitale thermometer. Het kan zijn dat de batterij op is en dan doet hij het niet. De analoge thermometer doet het altijd. De digitale thermometer, die doet het niet altijd, want het kan zijn dat de batterij op is.